De andere vrouw had hier graag willen staan. Maar de damesvolleyballers, Manon, waren niet goed genoeg. Maar nou zit jij in een vreemd pakket. Jij zit hier om je partner te bekijken. Dat moet helemaal gek zijn. Totaal andere rol. Maar ja. Ondersteunende rol? Ja. Ja. De man die naast jou zit, is eigenlijk de baas van alle Nederlanders in België. Pim Bob. Ja. En links Marleen Veldhuis. Zo zie je het verschil nauwelijks tussen die twee dingen. Maar goed, daar zitten we dan. Manon, hoe graag had jij zo'n ding niet willen vastpakken? Ja, ik zit dan echt met een brok in mijn keel te kijken. Ja, heb je dat? Ik zat in de underground op weg hier naartoe, dus ik heb het helaas niet kunnen zien. En maar, nu je het gezien hebt? Ja, fantastisch. Ja. Ik zou willen dat dit mijn habitat zou zijn. Ja. Maar, ja. Oké, maar jouw partner, jouw man, kan dit dus ook gaan halen. Besef je dat? Ja. Zullen we even zeggen wie dat is? Dat is Reiner Numerdor, die speelt beachvolleybal zoals het is. Jij mag niet spelen, want jij kon je niet kwalificeren. Is het dan heel gek om hier als een soort van super supporter te zitten? Ja, dat is heel erg met een dubbel gevoel. Met name als ik bijvoorbeeld met de metro langs Earls Court kom. Ja? Daar worden de volleybalwedstrijden gehouden. Dus de volleybalvenue. Ja, dan is het even slikken. Maar ja, goed. Jij mag niet, helaas. Nee. We zetten nog de big bands op tafel. Tommy, waar ben je? Heb je de big bands? Dit zijn de big bands. Wie mag ze? Manon, wil jij ze een plaats geven? Liefst ergens op de oranje lijn. Dus je goud en brons mag je erbij zetten. We proberen het vol te bouwen. En André wil graag dat het helemaal vol komt hier. Toch? En jij hebt daar heel veel vertrouwen in. Ja, zet hem daar maar neer. Daar gaat, zeg maar ergens daar gaat komen met Jojo heen. En Veldhuis, die zet je daar neer. Oké, mooi zo. Dan hebben we dat gehad. Voel jij je hier thuis, Manon? Ja? Ja, dit is de tweede of derde keer dat ik in Londen kom. Nooit voor een lange periode. Ik ben hier nu een week en ik zal nog een week blijven. Ja. Maar het is heel divers. Het is echt waar je maar zin in hebt, dat kun je hier halen eigenlijk. Ja. En het is lekker. We hebben ons eigen appartement waar je even terug kan trekken. Dat is voor 2 weken. Als je 2 weken lang in de stad zit, is dat wel prettig. En ja, ik vermaak me prima. De tijd vliegt voorbij. Je vermaakt je wel, maar je had veel liever hier in trainingspak aan tafel gezet. Je had veel liever dit pakje aangehad. Kijk eens, dit oranje had je graag aangehad. Dat zat er niet in? Nee. Nee. En dan moet je hier als partner naartoe gaan. Toch? En dan doe je dat. Hoe is dat? Ik bedoel, wat voor rol heb je nu? Nou, dit soort dingen, dat doet me natuurlijk wel wat. Dus op het moment dat ik heel hard mijn best doe om Olympische Spelen te proberen te halen voor de derde keer. Ja. Mijn partner gaat natuurlijk wel, ook voor de vierde keer al. En we hebben al samen een paar keer geprobeerd om samen te gaan. Hoe fantastisch dat wel niet zou zijn natuurlijk ook. Ja, dat is heel, heel vervelend. Maar die knop heb ik wel een beetje omgezet op het moment dat we het niet hebben gehaald. Dat gaat natuurlijk niet van het een of ander moment. 4 jaar geleden vond ik het moeilijker dan deze keer. In april hebben we een kwalificatietoernooi gehad en het was echt ontzettend moeilijk. We waren daar met 8 goede teams en alleen het eerste team mocht naar Olympische Spelen. Kijk, deze beelden. Of wil je liever niet zien? Sovjet-Unie, Rusland heet het geloof ik nu. Ja, Rusland. En jullie aan de andere kant. En dan halen jullie het niet. Die droom die zij dus wel hebben. En zij gaan dus 25-14. En dat levert dan de volgende beelden op. En dat kunnen sommige mensen zich niet indenken. Dat een mens zo klein ineens kan worden. Zo klein. Dat een handdoek zelfs, al is dat een grote handdoek, te klein is. Ja toch? Ja, oké. Okay. Ja, je hebt het er ook moeilijk mee. Nu is het anders. Ik ga je laten zien waar je zit. Ze is a face in the crowd. Ze is een van de beste volleybalsters ter wereld. Zou ze opvallen? Nou, we gaan naar die tribune toe. En dan moet je heel goed kijken. Waar zit onze Manon? Zie je er zitten? Daar. Je bent a face in the crowd. En zo kijk jij naar de man met wie jij het leven deelt. Toch? Ja? Ja. Oh, je vindt het leuk, hè? Wat zit je aan te moedigen nu? Wat in? Ja, ik doe mijn best, hè. Ja. Zullen we maar gaan kijken, want we hebben beelden. Numerdor en Schuil speelden in de kwartfinale, als ik het goed heb. En dat was een heikele wedstrijd. De tegenstand kwam uit Zwitserland, als ik het goed heb. 8e finale. Kijk, het ziet er fantastisch uit. Je speelt eigenlijk in de tuin bij de koningin. En de Zwitsers Patrick Hoscher en Jefferson Balaguarda zijn de tegenstanders. En de onzen,
Manon, zeg maar als het niet waar is. Kijk, deze man ken jij goed. Ja? De onzen zijn beter op papier, of niet? Ja, dit moesten ze winnen. Hoger geplaatst, ja. Dit moesten ze winnen, hè? Ja. En hebben ze goed gespeeld, vind jij? Ze hebben goed gespeeld. Ze hebben over het algemeen meer moeite met deze tegenstander. Het ligt ze niet zo, dus ze hebben vaak 2-1 uitslagen dat ze een derde set nog moeten spelen en dat het toch wel een beetje een zware strijd is. Maar dat was met name de eerste set wel zo. Ja. En de tweede set zijn ze er eigenlijk heel makkelijk overheen gegaan. Is het daar zo'n lekkere swingende sfeer in dat stadion? Ja, met name als het zonnetje schijnt. Dat maakt de sfeer nog wel beter. Maar ik heb nog eerlijk gezegd niet andere wedstrijden gezien. Een beetje op tv, maar ik ben nog niet ergens aanwezig geweest. Maar wat ik van andere mensen ook hoor, die wel al bij meerdere evenementen zijn geweest. Dus dat het wel echt de Olympische sfeer is zeker hier aanwezig. Ja. Hoe goed zijn deze twee jongens? Ja, die zijn heel goed. Echt heel goed? Ja. Ja, nu lach je tenminste weer. Ja. Nu heb je weer die leuke lach op je gezicht. Ze zijn echt heel goed. Ja. Ja? Ja. Tot hoe ver kunnen ze komen? Ja, ze kunnen in principe, op papier zouden ze iedereen kunnen verslaan. Ze hebben één tegenstander, het Braziliaanse duo Alison en Manuel, waar ze nog niet van hebben gewonnen. Dus ja, op papier zijn er ook betere tegenstanders en tegenstanders die gelijk zijn. Maar ja, de kansen zijn er. Maar de top is vrij breed en alles is mogelijk. En de Olympische Spelen zijn wel weer een toernooi op zich. Ja. Maar in aanloop hier naartoe hebben ze goede resultaten gehad. En ik heb er wel heel veel geloof in. Maar het moet wel op zijn plek vallen. Geloof of vertrouwen? Beide. Ja? En waar is de hoop? Die hoort er ook nog bij. Die hoort er ook nog bij. Nou ben ik benieuwd wat je kunt doen als partner. Wat mag jij doen? Dit toernooi is eigenlijk heel anders dan een World Tour. Wat ze normaal gesproken spelen gedurende het zomerseizoen. Er zijn iets van 8 World Tours, misschien wel wat meer Grand Slam. Dat is normaal gesproken 2 wedstrijden op een dag. Over een periode van 4 dagen, laten we zeggen. Dus dat gaat in een vrij rap tempo er doorheen. Hier spelen ze 1 wedstrijd op een dag. En hebben ze volgens ook weer een rustdag. Dus dat ritme is totaal anders. Dus het is wel goed, zeg maar, om tussendoor wat afleiding te hebben. Om je niet helemaal volledig blind te staren op de volgende wedstrijd. Gaan jullie dan naar Starbucks met z'n tweeën om koffie te drinken? Ja, dan gaan we naar. Ik ben deze week al 4 keer naar de bioscoop geweest. Wat, samen? Ja. Jullie ja. gaan samen ja, naar de bioscoop? Ja, ik met mijn broertje en 3 keer met Rijn. Nee, dan gaan jullie in de bios zitten? Ja, maar we kunnen niet in Londen op stap of zo. Of daar de boel op stel te zetten. Dus dan gaan we gewoon lekker rustig aan doen. Een hapje eten en met z'n tweeën naar de bioscoop. En even de zinnen verzetten, zeg maar. En dan zegt hij, hoi, ik ga weer in het dorp slapen. Het is net als daten. Ik ga weer terug naar mijn ouders, naar het appartement. En hij gaat naar het Olympisch dorp en naar zijn bedje samen met Richard. Ja. Wij hadden vanmiddag ineens een vraag hier toen we zaten te praten over jouw positie. Waarom ga jij dit niet spelen? Wie weet. Is dat iets wat... Als met z'n zessen in een zaal zo moeilijk is om je te kwalificeren. Je weet nu hoe het moet. Ik wil je wel even confronteren met 2 andere Nederlandse meiden die hier gisteren aan tafel zaten. Dat hebben we laten zien. Moet je kijken hoe leuk dit spelletje kan zijn. Je speelt het met z'n tweeën. Het is hartstikke moeilijk. Je wordt er moe van. Het publiek zit erin. Het is spectaculair. Het heeft alles. Het is swingend. Er zitten 15.000 mensen. Luister naar het publiek, joh. Moet je kijken hoe dit gaat. Dat is heel anders dan een regenachtige dag in Zandvoort. Hupsie, en nog een keer. En nog een keer. Oh. Manon, je moet dit ook gaan spelen. Of niet? Het ziet er mooi uit, hè? Ja, toch? Of niet? Ja. Ja, wie weet. Waar kies je voor? Voor volgend jaar weer een jaar Japan? Waar ga je heen? Afgelopen jaar Japan, Azerbeidzjan ga ik heen dit jaar. Je gaat naar Azerbeidzjan? Oké. Okay. Ja. Wat moet ik me daarbij voorstellen? Ja. Geld, denk ik dan, maar dat mag ik niet hardop zeggen. Dus ik zeg het niet hardop. Ja, het is wel iets wat meespeelt uiteraard. Maar na 4 jaar Italië en nu een jaar Japan kwam deze nieuwe kans weer voorbij. Er kwam een volleybalmakelaar en zei, mevrouw Vlier, wilt u alstublieft... Ja, het is iets wat de laatste jaren een beetje in opkomst is. De competitie in Azerbeidzjan. Naast Rusland en Turkije is dat de landen waarvan je het niet echt verwacht, maar waar de volleybalcompetitie behoorlijk in opmars is. En het is nog ongelimiteerd, zeg maar, het aantal buitenlanders per team. Ja. Waardoor je toch wel een vrij sterke competitie krijgt.
En alles wordt gespeeld in Baku, de hoofdstad die dus het Eurovisie Songfestival ook georganiseerd heeft. Heel succesvol waren wij daar ook. Ja, super. Ja, dus ik ga... Jij gaat daar spelen. Ik hoop het beter te doen daar. Maar voor die tijd zit je hier nog als super supporter. Ja. En je moet nog waarschijnlijk een paar dagen naar de bioscoop. Ja, morgenavond ga ik weer. Ga je weer? Ja. Ja, echt hè? Ja. Dames en heren, heb jij begrip voor zulke mensen? Die ja, absoluut. Ja. Ja. Dat is een vak hoor, topsporter. Ja, maar ik vind toch, als je mee kan doen in de Olympische Spelen, dan ben je toch wel iemand. Ja, kijk eens tegenover je. Ja. 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 De sfeer, dames en heren, is fantastisch. Manon, ik kan me zo indenken dat jij een leuke wens hebt. En die wens is? Een wens. Welke wens heb je? Nou, ik houd eventjes recent dat Rein en Richard een mooie plak gaan halen op deze Olympische Spelen. Goed zo, dat vind ik heel erg. Daar is de klok. Ja. Als jij een geweldige klap wil geven, kijk, de Big Band doet al met je mee. Manon Vlier met haar wens. Dankjewel, Manon.